Inmiddels mag duidelijk zijn dat de Rijksoverheid zich steeds meer terugtrekt uit natuur en landschap en het beheer steeds meer overlaat aan de regio. Tegelijkertijd is het een ander probleem van teruglopende financiën. En dat betekent dat we eigenlijk op zoek moeten naar nieuwe verdienmodellen, nieuwe manieren om natuur en landschap ook voor het nageslacht te kunnen bewaren. In mijn ogen is de vrije tijdseconomie daarvoor een belangrijke mogelijkheid. Aan de ene kant kunnen we zien dat de vrije tijdseconomie wereldwijd de snelst groeiende economie ter wereld is. Als we bijvoorbeeld alleen al kijken naar de sector toerisme, dan is dat in het noorden minstens zo belangrijke sector als de topsectoren watertechnologie en sensortechnologie. En als we bijvoorbeeld kijken naar de prognoses van de Wereldtoerismeorganisatie, dan wordt ook duidelijk dat toerisme betrekkelijk ongevoelig is voor recessies en ook de komende decennia, ondanks wat er nu gebeurt in de wereldeconomie, toch zal blijven groeien. Het is ook een interessante ontwikkeling in het gebied van de consumentenmarkt. Ook bij de consument zien we een groeiende interesse voor immateriële zaken, zoals natuur en landschap, puurheid, authenticiteit, rust en ruimte, regionale producten, maar ook in de achtergrond van natuur en landschap en van de producten die ze consumeren. En ook van dit perspectief kunnen we zeggen dat de vrije tijdseconomie in feite een belangrijke mogelijkheid biedt om iets met natuur en landschap te doen en de mens opnieuw in contact te brengen met de natuur die wij in het noorden zo rijk voorhanden hebben. Er zit ook een andere kant aan. De vrije tijdsector heeft heel veel verschillende belangen, heel veel verschillende partijen, waarvan de neuzen dezelfde kant op moeten worden gericht. En anderzijds wordt door veel partijen ook de vrije tijdsector gezien als een verrommelaar van het landschap. Dat betekent dat de overheid een belangrijke taak heeft in de regie als we het hebben over het gebruik van de vrije tijdseconomie om natuur en landschap nieuw leven in te blazen. Ik wil dan ook eindigen met de woorden dat de vrije tijdseconomie een erg belangrijke sector is om natuur en landschap in het noorden voor de toekomstige generaties te bewaren.